In het dorpje Capelle op Zuid-Beveland zijn op een nieuwe begraafplaats de stoffelijke resten bijeengebracht van 234 van de ongeveer 600 Franse soldaten die in mei 1940 op Nederlandse bodem het leven verloren. Op de dag van de officiële opening brengen vliegtuigen van de Franse luchtmacht een afdeling parachutisten naar Nederland. Zij komen hier om bij de plechtigheid op de begraafplaats hulde te brengen aan hun wapenbroeders die sneuvelden bij de verdediging van hun vaderland en van Nederland. Na de landing begeven zij zich naar het kerkhof, waar zij tezamen met Nederlandse militairen de erewacht zullen vormen. Namens de koningin is vice-admiraal Rost van Tonningen aanwezig, van de Nederlandse regering de ministers Drees en Schokking. Verder de Franse ambassadeur, de ambassadeurs van Canada, India en andere landen, alsmede vele hooggeplaatste Franse en Nederlandse militaire en burgerlijke autoriteiten. De Franse minister voor de oudstrijders, Jacquinot, onthult het monument waarop de namen voorkomen van de 600 gesneuvelden en waarin tevens een gedenkplaat is aangebracht. De vertegenwoordiger der koningin hecht aan het vaandel der parachutisten de bronzen leeuw, een onderscheiding die de koningin de regimenten verleend heeft voor betoonde moed. Dan legt minister Jacquinot een krans voor het monument. Vele van de andere aanwezigen brachten daarna op dezelfde wijze een groet aan de doden.